Vandaag, dames en heren, ben ik een piloot in Minecraft. Hoe fucking dik is dit dan, dames en heren? Ik ben letterlijk aan het vliegen in Minecraft. Vandaag gaan we dus een hele toffe mod uittesten. En ik wil 5000 likes op deze video zien, anders stop ik met Minecraft. Ik doe trouwens ook een hele toffe giveaway. Ik geef namelijk 4 keer 50 euro weg. En de eerste 50 euro ga ik vandaag weggeven. Het enige wat je moet doen, is abonneren op dit kanaal. Abonneren op mijn andere kanaal, Mick, waarvan de link in de beschrijving staat. Mij volg op Instagram, @Mick van YouTube. En jouw Instagram laten weten in de reacties hier beneden. En zo maak jij kans op 50 euro. En dat ga ik dus nog 4 keer doen. Dus ja, als je het nu doet, dan maak je ook kans op die andere. In ieder geval, ik ben lekker aan het vliegen. En ik spring nu uit mijn vliegtuig. En dan gaat hij dan. Oh, hij crasht. Oh nee. Maar je kan dus veel meer voertuigen maken naast dit vliegtuig dat we hier hebben. Dit vliegtuig is sowieso super tof. Maar we kunnen nog veel meer toffe dingen. Namelijk, we zijn nu in Creative. En laten we even iets erbij pakken. Namelijk de fantastische workstation. Als we deze workstation neerzetten, zie je dat we hier heel veel voertuigen kunnen maken. We hebben namelijk net een sportsplane gemaakt. Ja, dat had ik al gemaakt voordat deze opname begonnen was. Maar als ik hier op dit pijltje druk, zie je dat we ook een storage trailer kunnen maken. Nou, dat ziet er niet heel leuk uit. Die gaan we niet maken. We kunnen nog een tractor maken. Dat ziet er op zich wel heel leuk uit. Dan moeten we nog wat iron en nog wat black wool. Nou, gelukkig zitten we in creative, dus het leven is dan heel makkelijk. Boom, heel veel iron. Geef me iron. Ja, ja. En even wat black wool. Boom, boom. En kijk eens aan. Dan doen we hier een large engine. En dan moeten we ook nog banden. Oh, die heb ik nog niet. Maar kijk eens aan. Kunnen we zo fixen. Kijk eens aan. Nu hebben we ook nog eens banden. En dan drukken we op craft in 3, 2, 1. Boom. En dan hebben we hier de vehicle craft. En als ik hem dan hier neerzet. Kijk eens aan. Dan krijgen wij een tractor. Oké, laten we de tractor gaan rijden. Oh, oh. De tractor kan overal overheen rijden. Hoe cool is dit, jongens? Oh, kan hij hier ook omhoog? Nee, dat niet. Hij kan één blokje omhoog rijden. En natuurlijk, als je een tractor hebt, moet je wel even naar, ja, gras eigenlijk toe. Maar er is hier niet echt gras in de buurt. Dus laten we even snel in dit vliegtuigje gaan zitten. Zo, hopzakee. En dan gaan we snel even omhoog, als dat lukt. Oh, en even naar gras vliegen, zodat we daar onze tractor kunnen uittesten. Ah, jongens, wat is dit toch lekker rustgevend. Lekker vliegen. En kijk eens wat we hier hebben. We hebben hier gras. Ik sprong iets te vroeg mijn vliegtuig uit. Rip vliegtuig. Gelukkig heb ik hier nog steeds de tractor bij me. Dus laten we de tractor plaatsen. Als dat mag. Ik mag hem niet plaatsen. Wat is dit nou? Oké, laten we dan maar gewoon een nieuwe tractor maken. We hebben even echt meer iron nodig. Oké, nieuwe tractor in de maak. Let's go. En daar is hij dan, de tractor. En dan kunnen we hem nu wel plaatsen. Waarom kan ik hem niet plaatsen? Wat is dit nou? Mag ik hem niet... Hè? Maar misschien mag ik hem gewoon niet daarop plaatsen. Oh, blijkbaar mag ik hem niet op gras plaatsen. Dat is raar voor een tractor. Maar kijk, ik kan er alleen nu niet mee rijden. Oké, dan halen we even hier af. En nu moet ik er wel mee kunnen rijden. Jazeker. Oh my god. In de tractor. Maar jongens, de tractor is eigenlijk nog een van de saaiste vehicles. Oftewel, wagentjes die je kan maken in dit spel. Want we gaan nu even doorkijken. Want ja, een tractor lijkt een aardig. Maar we willen even iets koelers. Oké, dus we gaan op een pijltje. Vehicle train. Dat is niet heel cool. Een aluminium boot. Oké, laten we even door. Een ATV. Wat is dit dan weer? We hebben nog wat iron bars nodig en nog wat panels. Ik ben wel heel benieuwd naar deze. Laten we deze gelijk gaan proberen. Ik heb ook geen idee. Dit is ook mijn eerste keer. Oké, als het goed is, kan ik hem nu maken. Let's go. En dan drukken we op... Oh, wat? Ik kan niet deze... Oh, ik moet een small engine. Oké, nu hebben we een small engine. Als het goed is, kunnen we hem nu wel maken. Craft, let's go. En ik kan hem weer niet hier plaatsen. Je mag hem gewoon niet op dit soort gras plaatsen of zo. Oké, hier waarschijnlijk wel op. Jazeker. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh, oh. Volgens mij gaat deze heel snel. Oh shit. Kijk, we gaan. Oh, dit is jammer. Oh shit. Bro, het lijkt net alsof ik vlieg. Oh nee, dit gaat snel. Oh shit. Wat zagen we daar trouwens? Daarboven. Ik zie daar opeens een lucky block. Wat? Zou ik uit deze lucky blocks ook iets kunnen krijgen? Ik zit alleen in creative, dus ik kan ze niet openen. Maar ik zag opeens een lucky block. Ik dacht, wat? In ieder geval, we gaan weer lekker verder. ATF is leuk. We hebben hier nog een bumper car. Nee, een dirt bike. Oké, die wil ik ook eigenlijk wel heel graag maken. We hebben hier nog een don buggy. Een felte lizard of zo. Weet ik veel wat dit allemaal is. We gaan gewoon even lekker er doorheen klikken. Een jetski. Ik wil een jetski, ja. En volgens mij, als ik nou ook nog yellow dye erbij pak. Even kijken.
dat doen we nu gewoon. Kan ik die jetski ook nog eens geel maken? Oh, de jetski is nu geel. Oh mijn god. Oké, wauw. En dan doen we dit. Oh. Waar is hij? Daar is hij. Oh, en daar is water. We gaan de jetski uittesten, dames en heren. Let's go. Pluw hem in het water. 3, 2, boom. Ik wil hem in het water. Waarom mag dat niet? Moet ik hem echt hierop zetten? Heel onlogisch dat ik hem op de grond moet zetten. Maar ik zet hem naast het water. Alleen kan ik er nu niet mee varen. Wacht, dan doen we snel dit. Zo, nu zit hij in het water. Hij is leeg. Hij is leeg volgens mij. Wacht, kan ik ook benzine? Moet ik hem ook tanken? Wat is dit voor een mod? Ik heb hier een jerrycan en ik heb... Wacht, moet ik dan... Doet hij... Huh? Oh, huh? Oké, nu doet hij het blijkbaar opeens wel. Wat de hel? Dat was heel erg raar. Oh, dit is zo cool. Oh mijn god, dames en heren. Dit moeten we echt in de survival wereld toevoegen. Weet je wel, die survival serie met mij, Jesse, Giel en Santino. Als we dit soort dingen hebben, oh, dat zou vet zijn. Oh mijn god. Oh mijn god, dit is zo cool. Kijk maar gaan dan, bro. Oh, shit. Oké, een jetski vind ik oprecht wel een van de coolste dingen die er is. Oké, laten we even doorgaan kijken. Want eigenlijk wil ik gewoon heel graag dat er een... Oeh, een bus. Wat een hele bus. Ik ben echt zo snel afgeleid. Ik moet gewoon die bus maken. Oké, en dan doen we dit erin. Nog wat wielen erop. En craften die handel. Let's go. En dan hebben we gewoon onze eigen bus. Kijk, we gaan hem nu plaatsen. Dit is toch echt een coole bus. Oh, ik had hem alleen wel geel moeten maken. Maar hey, wajo. Oh shit. Hey, ik vraag me ook oprecht af of hier dan meerdere mensen in kunnen. Ik denk het wel. Oh, de bus is beschadigd. De bus kan ook kapot gaan. Wat? Oké, wacht. Ik ga nog een keer tegen zo'n cactus aanrijden. Oh, en de bus is kapot. Ja, de bus kan dus ook kapot gaan. Dat is dus blijkbaar ook een ding. Oké, laten we nog even verder gaan kijken wat we nog meer hebben. We hebben hier een moppet. Nou, laten we het gewoon gaan maken. Ik heb er gewoon... Ik ben lekker bezig. En boom, we hebben een moppet. Let's go. En de moppet ziet er als volgt uit. Dit is echt zo'n typisch zo'n scootertje die mensen in de stad rijden. Oké, en moppet. Nou, wel leuk. Ik ga pas iets maken als het echt cool eruit ziet. Een shoppingcart bijvoorbeeld. Hoe vet is dat? Zeg maar, het is niet super cool. Ik ben het daarmee eens. Het is niet super cool. Ik wil trouwens wel dit zo. Hoppakee. Waarom kan ik hem niet craften? Wat is dit? Hij wil hem niet maken. Wat is dit nou weer? Oké, we kunnen geen shoppingcart maken. Oké, ik moet dus echt iets cools maken. Anders accepteer ze het niet. Ik vind het zo jammer dat er echt maar één vliegtuig is. Eigenlijk hebben we een beetje alles al getest. Aww. Er is letterlijk maar één vliegtuig. Ik had zo gehoopt dat hij ergens nog een super grote vliegtuig erbij zat. Maar jongens, wat nu wel het leuke is, we hebben nu wel een gele vliegtuig. Wow. Oké, dit is wel echt gelijk twee keer cooler. Oké, stijg maar op, vliegtuig. Stijg op, alsjeblieft. Stijg op. Hoe ga ik eigenlijk omhoog? Dat moet ik nog even... Dan moet ik er even achter komen. Misschien moet ik dan omhoog. Hoe ga ik omhoog? Oh nee. Beltje omhoog is omhoog. Maar ik heb gewoon niet genoeg ruimte om omhoog te stijgen. Er zijn hier een beetje veel bergen. En dat vindt het vliegtuigje niet zo leuk. Als ik nu naar links ga. Kijk. Kan ik. Oh nee. Ik stap eruit. Ik ben nog niet heel goed in vliegen, dames en heren. Daar ben ik achter gekomen. Je moet spatie inhouden. En dan ga je omhoog. Kijk maar gaan. Oké, even kijken hoe hoog ik kan gaan met dit vliegtuig. Zo, des te hoger ik ga. En mijn Minecraft begint ook helemaal te laggen. Oké, daar gaan we dan. Oké, we zijn pittig hoog. Zo hoog dat ik gewoon niks meer zie. In principe, dat is ook in een normaal vliegtuig zo. Dus ik vind dat best wel normaal. Oké, en nu gaan we gewoon recht naar beneden. Oh nee. Dit gaat helemaal fout. Oh, shit. Oh, 3, 2, 1. Kan ik dit nog redden? Nee, dit kan ik niet meer redden. Gelukkig zat ik in creative, anders was ik hartstikke dood.